worden bij vol bewustzijn opengesneden of worden op ijs gelegd waar ze langzaam stikken. Blue de reuzenzalm stond woensdag op plein 1944 in Nijmegen. De opblaaszalm is 7 meter lang en 5 meter hoog. Annemarie Breider van de organisatie Compassion in World Farming legt uit wat Blue hier doet. Ja, wij staan hier in Nijmegen met Blue, dus de reuzenzalm, om aandacht te vragen voor het welzijn van vissen. Want vissen zijn bijzondere dieren, intelligente dieren met gevoel en emotie. Maar er zijn bijna geen regels om hun welzijn te beschermen. En die dieren lijden pijn. Er is heel veel dierenleed in de visserij en in kwekerijen. Wat er gebeurt, die dieren waar ik aan boord worden bij vol bewustzijn opengesneden. Of worden op ijs gelegd waar ze langzaam stikken. Ja, dat zijn methodes die zijn ondenkbaar bij andere dieren. En wij vinden dat het beter kan. Met deze actie probeert de organisatie ervoor te zorgen dat de overheid betere regels gaat opstellen wat betreft vissenwelzijn. En dat kan soms al heel makkelijk. Wat ik zeg, willen we graag zien dat er verdoofd wordt bij de slacht. Dat het niet op zo'n gruwelijke, pijnlijke manier al die miljarden vissen gedood worden. En dat kan ook. Vervolgens willen we ook graag betere regels voor de vangst. Kijk, momenteel worden dieren vaak urenlang door het water getrokken, raken verdrukt in de netten, gewond. Er zijn methodes waarbij het leed echt een stuk meer beperkt wordt. Bijvoorbeeld door korter te trekken, door minder hard omhoog te trekken. Dat soort methodes zouden verder ontwikkeld kunnen worden en gestimuleerd vanuit de overheid. En dan zijn er in de kwekerijen zijn een hoop problemen. Daar zijn ook bijna geen regels om hun welzijn te beschermen. Dus die dieren zitten met duizenden bij elkaar in een kale omgeving die totaal niet lijkt op een natuurlijke omgeving. Dus ze kunnen hun eigen gedrag niet kwijt. De enorme zalm is al in verschillende grote steden in Nederland geweest. Nijmegen is een eindpunt. Nou, we zijn momenteel, dus rond de Dierendag zijn wij in 5 steden geweest. Dus Groningen, Rotterdam, Eindhoven, Gouda. Nou ja, goed, en nu dus in Nijmegen. En we verzamelen dus kaarten voor de minister van Landbouw, de nieuwe minister van Landbouw. En zodra er een nieuwe minister is, gaan we naar Den Haag met de reuzenzalm. Om al die kaarten van al die mensen die hun naam en hun boodschap hebben achtergelaten aan te bieden. Dus we zien dadelijk de reuzenzalm ook nog een keer terug op de nationale televisie. Dat hoop ik wel, ja. Ja. En ik hoop dat de minister er dan bij staat om te zien dat er een hoop vraag is vanuit de bevolking naar betere regels voor vissen.